Goedemorgen iedereen! Welkom terug iedereen bij een nieuwe video van Blu-ray Daddy 82! Hoe is Maurice? Goed. Voilà, Maurice is blijven slapen bij ons. En ja, we gaan samen een rommelmarktje doen. Ja. Maar gisteravond hebben we eerst nog naar Avatar gekeken. Avatar, wat vond jij van de film? Bij de nieuwe Avatar. Avatar The Way of Water. We hebben dat niet gezien in de cinema. We gingen normaal gaan kijken, maar we hebben nooit geen tijd gehad om samen te kunnen gaan. Dus, daarom hebben we van gisteravond gekeken op Disney+. En wat vond jij van de film? Goed, maar wel een beetje heel lang. Ja, het was voor mij ook. Het was een hele goede film. Maar ja, veel te lang. Echt veel te 3 uur en 16 minuten. We hebben hem wel volledig uitgekeken, zonder in slaap te vallen, tot 1 uur 's nachts. Dus dat was, dat was wel dik in orde. Ja, en die film geeft dus duidelijk aan dat je geen kinders moet maken. Want al de problemen die er komen in die film, is bijna allemaal door die kinders. Kinders lopen weg, kinders luisteren niet, dit, dat. Eigenlijk is dat een film anti-kinderen. Dus ik moet geen kindjes meer hebben. En jij? Wilde jij nog kindjes later? Als je die de film gezien hebt, wilde jij nu nog kindjes later? Nee. Nee, zegt hij. Maar jawel, ja, dat is gewoon film, hè. Dat is niet allemaal echt. Kindjes zijn nooit irritant. Kindjes zijn altijd superbraaf en nooit irritant. Ja, het zal wel. Maar hij is zelf nog een kindje. Ah ja. Dus wat gaan we nu doen? We zijn hier op de rommelmarkt van Passendalen. We gaan nu uitstappen. En we gaan ja, de rommelmarkt bezoeken. Hè? Ja. Goed? Ja. Allee, jij mag dan een cadeautje kiezen van mij. Van maximum 10 cent. Hoi. Okay. Oké, okay, dat is veel, hè? 10 cent? Ja. Maar nee, dat is toch niet veel? Nee, dat is niet veel. Ah ja, weet toch dat het niet veel is. Maar ja, ik heb maar 10 cent bij. Oké. Okay. Voor u. En al de rest is voor mij voor films te kopen. Hahaha, zol u! Voilà mensen, dat was de rommelmarkt. Het was geen grote rommelmarkt, hè, nee. Maurice? Nee. Dus ja, we gaan nu naar huis en we gaan een keer tonen wat we allemaal gekocht hebben. Is het goed? Ja. Let's go, yo! Voilà die mensen! En ondertussen zijn we weer thuisgekomen. Dus ja, de rommelmarkt was niet zoveel, hè. Het was maar een kleine rommelmarkt. Eerst waren we naar Histel geweest. Een half uur gereden. Ja. En het stond in het boekje dat vanaf 6 uur was. We komen dat toe. En het is maar morgen. Ja. Dus we hebben alweer een half uur moeten terugkeren. En dan nog 15 minuten doorrijden. Naar Passendalen. En daar komen we toe. Het stond op 100 km. Ik denk dat er maar 50 stond. Oké, het is wel super warm voor die mensen voor daar te staan. Maar ja, toch nog. Voor ons was het eigenlijk echt niet goed. Ik heb iets gevonden en de Maurice heeft ook iets gevonden. Ik heb 2 titels gevonden, 2 keer voor een euro. Ene keer een Arnold Schwarzenegger en ene keer een Jean-Claude Van Damme. En we gaan een keer tonen wat we gekocht hebben. Ja, dus de dien hebben we eerst gekocht. Toon hem eerst een keer aan de camera. Dus dat is de eerste film dat we gekocht hebben, True Lies. Dus die had ik nog niet. Ik keek van achter en het was taal. Ik weet niet wat voor taal dat is, maar ik heb hem gekeken en het is ook in het Engels en met Nederlandse ondertiteling. Dus allemaal dikke sava, dikke sava. Kun je dat zo zeggen? Dikke sava. Dikke orde. Ah, dikke orde.
Ja. Dus, en ondertussen is de Maurice naar de kapper geweest, zodat je kunt zien. Want kijk, zijn haar is anders. Dan heb ik iets volledig anders. Het is goed kort, maar dat je eigenlijk niets met de vlog te maken, met films. Maar ja, kijk, het is wat het is. Je bent geweest, hè. Goed, dus dat was de eerste film, True Lies, met Arnold Schwarzenegger. Ik heb dat vroeger nog in de cinema gezien. En dan de volgende film, ik heb het nog niet van gehoord, maar ik zag in één keer staan, met Jean-Claude Van Damme. Maar ja, hij gaat waarschijnlijk zo 2 minuten in meedoen. Ken dat, hè. En dat zou waarschijnlijk ook geen goede film zijn, want dat ziet er zo cheap ass uit. Maar ik zie ook dat zijn dochter erin meedoet, Bianca Brie. Dus ja... Ik weet niet of dat goed is. En we spreken dus over de film Alien Uprising. Dat was 1 euro. Zat nog volledig in plastiek. Dus ik dacht van, ja, ik ga maar meedoen. Want ik wil sowieso al de Jean-Claude Van Damme films sparen. Dus ja, die nak nog niet. Dus voilà, ik heb er eigenlijk zelf nog nooit van gehoord. Dus ik ben er eigenlijk wel een beetje benieuwd naar. En nu, Maurice, maar een keer doen wat je gekocht hebt, hè. Voilà, doe het maar. Een Monster Flex. Voilà. Dat is wat dat Maurice. Ik ga dat een beetje dicht op toon. Zo. Een Monster Flex. Dat is zo'n. Ja, een monster. Maar die is ook een. En zo kunt er. Voilà. Zie. Voilà. En dat heeft de Maurice gekocht voor 3 euro. Yep. En er bestaan allemaal verschillende andere. Een weerwolf, een gorilla, een Frankenstein, een iceberg man, de rockman, volcano, mummy, skeleton. Allemaal zo, allemaal verschillende beesten en monsters die bestaan. En jij hebt, welke heb jij eigenlijk? Ah, iceberg man. Ah, jij heeft de ijsbergman. Of aan mijn kin. Voilà, dus dat is wat wij gekocht hebben. Oké, het was niet veel, het was maar misschien een korte video, maar het is wat het is. Er waren bijna geen rommelmarkten in de buurt, maar er waren ook gewoon totaal geen rommelmarkten. In totaal waren er niet veel rommelmarkten. Maar morgen zijn er wel rommelmarkten en morgen gaan we naar de rommelmarkt. Hè. Morgen is er een in Torhout, er is een in Brugge. Jawel, ik moet je maar afzetten om 11 uur, dus we kunnen vroeg vertrekken. Om 5 uur zijn we al weg, hè? Nee, niet om 5 uur, maar om 8 uur of zo zijn we weg. En dan kunnen we nog 1 of 2 rommelmarkten doen. Goed? Yep. Yep. Voilà. Dus allemaal bedankt om te kijken. Like de video. Abonneer alsjeblieft op mijn kanaal. En ik zou zeggen, tot de volgende keer voor een nieuwe dag. Voor een nieuwe video. Wanneer dat gaat zijn. Ja, morgen zeker of zo. Weet ik veel. We gaan het wel zien, hè. Allee. Salut. Salut. Salut.